Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met. Dirk-Jan Verdoren. Hij neemt na zes jaar afscheid als voorzitter van de bedrijfskring Lelystad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, fijn dat u er bent. Uh, ja, die afgelopen zes jaar, hoe kijkt u daar nou op terug? Ja, dat zijn uh, wel behoorlijk intensieve jaren geweest. Uh, we zijn uh, begonnen. Op, of ik ben begonnen. Uh, op het moment dat we zeker wisten dat Lelystad Airport open ging. Dus uh, op dat moment kreeg ik uh, de vraag van, ga je daar nog wat aan, tijd aan besteden aan je nieuwjaarspeech? Nou, net een paar weken daarvoor werd opeens duidelijk uh, dat alle uh, gedachten die we daarover hadden weer uh, de kast in konden. Want toen ging het helemaal niet open. Nou, de recht is natuurlijk uh, bekend. Um, en uh, ja, uh, daarnaast ben je natuurlijk uh, al die jaren uh, behoorlijk uh, intensief bezig om te kijken van hoe je als lezers, als ondernemers met elkaar goed kan ondernemen. Hè? En dan word je overvallen door uh, corona en uh, dat zit dan ook in die uh, zes jaar. En op het moment dat je daar net van bekomen bent, eh, dan krijg je eh, een eh, oorlog eh, om de hoek, in feite, waardoor je vervolgens eh, enorme energieproblemen hebt. Ja, binnen. turbulente jaren, ja. wat dat betreft. Ja. Nou, die corona komen we zo uiteraard ook nog over te spreken. Eerst Lelystad Airport. u zei het al, maar ja, daar heeft u en u hebben zich daar een flinke hard voor gemaakt hè, om dat voor elkaar te krijgen. De, de opening. Ja. ja, dat is nog steeds niet gelukt tot nu toe. Hoe teleurgesteld nee. bent u dan? Uh, nou, daar, daar ben ik echt wel uh, teleurgesteld uh, over. Uh, en vooral in de zin omdat je. Uh, weet dat uh, je leden uh, daar ook op investeren... op uh, uh, de opening van zo'n Lederstad airport En dat iedereen ook verwacht dat er dan wat gebeurt. Hè. We hoorden het recent nog uh, bij Van der Valk. Die hebben destijds toch uh, de aanzet om hier te komen... Uh, is voortgekomen vanuit uh, de gedachte dat ledenstad-airport open zou gaan. Nou, dat gebeurt dan niet. Uh, en uh, ja, ik denk dat je als overheid... Uh, dit soort dingen niet kan maken uh, naar uh, je burgers en uh, je ondernemerburgers uh, dat je ze uh, uh, zo in de kou laat staan eigenlijk ja, ja. Uh, uh, wat denkt u gaat het er uiteindelijk nog van komen het gaat er ooit voor ja? komen. Hè? We hebben nu weer 2024 als uh, richtgetal. Uh, ja. En of het uh, 2024 wordt, 2025 of 2026. Uh, ik ben ervan overtuigd dat het ooit een keertje gaat gebeuren. Al was het al alleen maar uh, om uh, Schiphol uh, voor een groot gedeelte te ontlasten. En ik denk dat het ook voor uh, alle uh, mensen die uh, toeristisch vliegen. Uh, veel comfortabeler zal zijn op den duur om. Ja van een vliegveld als Ledenstad te vertrekken dan vanuit Schiphol. Ja, ja. Maar goed, het is natuurlijk voor het bedrijfsleven ook uh, ja, impactvol. Ja. Dat, dat heeft invloed en nou, dat wordt dan altijd maar wel later. Wat voor invloed heeft dat dan eigenlijk? Wat betekent dat dan voor de ondernemers hier? Nou, het betekent natuurlijk dat investeren doe je altijd voordat daadwerkelijk zeg maar, de activiteit loskomt. Dus als je hiernaar kijkt, dan is het natuurlijk dat mensen vooruit geïnvesteerd hebben. Ja. En, en sommigen dus al zes jaar geleden. Ja. Uh, en in een soort van onzekerheid blijven en, en dat schuift maar door. Ja. Precies. Hè? Ja. Dus uh, ja, dat is niet motiverend. Nee, dat, nee, nee, dat is zwak uitgedrukt. Ja. 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 Uh, laten we eens naar dit jaar kijken. Wat zijn de grootste uitdagingen voor het bedrijfsleven? Nou, er staan er op dit moment de, uh, heel duidelijk twee bovenaan de agenda. Eén uh, is natuurlijk uh, hoe ga je om uh, met de energie. Uh, en dat op verschillende manieren. Niet alleen vanwege de hoge energieprijzen. Uh, maar ook uh, omdat er uh, vooral uh, voor uitbreidingen uh, geen uh, nieuwe aansluitingen uh, zijn. We hebben het te maken met uh, uh, congestie. Ja, het uh, dat net, is, zit het kunnen... net zit vol. Bedrijven kunnen... Het net zit vol. Dus uh, uh, dat betekent heel concreet dat uh, als je nu... Bijvoorbeeld mensen in de maakindustrie een zware machine uh, aanschaffen, uh, dan uh, weten ze dat ze eigenlijk in 2030 over moeten gaan uh, op uh, elektrisch. Dus normaal gesproken koop je dan nu een uh, elektrische machine. Uh, maar, kan wel, maar dan moet je er wel een dieselgenerator bij kopen. Uh, want aansluiten kan je hem niet. Wat nou. zijn de geluiden die u daarover hoort? Van ja, Dirk Jan, uh, we willen wel uitbreiden of uh, nou ja, dit op gaan pakken. Maar het gaat gewoon niet lukken op dit moment. Uh, ja, en dat de investeringen uh, worden uitgesteld. Uh, omdat uh, ja, mensen niet weten uh, 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 hoe het uh, zich straks gaat vertalen. Ja. En er wordt wel gezegd, natuurlijk, 2025, 2026, dat dat dan uh, weer opgelost uh, zou zijn. Maar dat is voor een ondernemer die nu wil investeren, toch nog een hele periode. Nou, dat is natuurlijk wel zorgelijk, want dan staat het eigenlijk stil. Dus uh, ja, het gaat in ieder geval veel minder hard uh, dan uh, dat het zou kunnen. Ja. ja, dat is één. U zei dat is ja. er is nog één. Ja, en die hangt ook eigenlijk weer tegelijkertijd samen met het andere. Want de arbeidsmarkt is natuurlijk ook uh, behoorlijk uh, lastig. Dus uh, je ziet ook dat mensen versneld... Uh, willen investeren in uh, machines, maar dan lopen ze weer vast op dat elektriciteitsnetwerk. Dat is een onderdeel. Uh, maar daarnaast uh, zien we dat natuurlijk uh, arbeid uh, nauwelijks uh, beschikbaar uh, is. En uh, mensen hebben daar uh, behoorlijk last van. Ja, zijn er grote zorgen wat betreft dat personeelstekort? Nou ja, je ziet uh, uh, dus uh, dat uh, in een aantal gevallen uh, op een uh, veel lagere snelheid wordt uh, gedraaid dan dat ze eigenlijk zouden willen. Je ziet uh, bij uh, een uh, behoorlijk aantal. Hoor ik haar gelegenheden dat ze minder dagen open zijn dan dat ze eigenlijk uh, zouden uh, willen. Uh, en uh, ja, zo zie je natuurlijk dat er gewoon ja, minder afgehandeld wordt dan dat uh, kan. En uh, ja, dat is natuurlijk toch altijd uh, nadelig voor je concurrentiepositie. Ja, absoluut. Ja, ja u zei het net al hè, corona. Twee van die zes jaar als voorzitter uh, stonden in het teken van uh, de coronapandemie. Ja. Hoe was dat? <laughs> Nou, uh, dan kun je achteraf wel zeggen dat dat niet leuk was. Uh, Tuurlijk. Nee. Ja, ja. Uh, want een uh, hele bijzondere periode. Uh, het is natuurlijk een periode waarin uh, veel mensen het gevoel hebben dat het een beetje stilstaat. Maar je bent uh, als ondernemer en ook als voorzitter van de bedrijfskring... ben je veel harder aan het werk uh, dan normaal. Uh, alleen uh, je, je ziet niet direct de effecten ervan zoals je dat in uh, tijden ziet buiten corona om. Ja, wat, 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 wat is dan... Ja, jullie, jullie functie eigenlijk geweest, zeg maar als, 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 als bedrijfskring en ook als voorzitter voor u specifiek. van eh, wat, wat, wat doe je dan gedurende die twee jaar? Je zult op een of andere manier de ondernemers willen helpen om, om er bovenop te komen, om er doorheen te komen. Ja, je wilt uh, ondernemers helpen. Uh, je wilt uh, bereikbaar zijn uh, voor je leden. Uh, je wilt je vereniging uh, bij elkaar uh, houden. Uh, dus je wilt allerlei activiteiten ondernemen. Mensen moeten dan. Gaan wennen aan een fenomeen als teams. Ja, uh, een nieuwe manier van werken. Een hele zeggen. nieuwe ja, manier ja. Van, van werken. Ja. Uh, je bent uh, toch ook uh, op dat moment behoorlijk hard bezig met je belangenbehartiging uh, richting uh, de overheden. Um, maar ook die zijn natuurlijk niet uh, aanspreekbaar in de zin van dat je even bij slag kan gaan. Maar ook dat is allemaal qua te met teams. Mensen zijn vaker ziek dan dat, uh, ja, op nou, andere momenten. Maar ik denk dat we ja. gedurende zo'n periode eh, ondernemers bij elkaar... elkaar ook echt kunnen helpen en inspireren om, ja. om ja, nieuwe stappen te nemen... en ja. creatief te gaan ondernemen, waar zo'n ja, periode wel om vraagt. Ja. ja, ik denk dat het ook weer dan eh, niet eh, verrassend is... dat direct na zo'n coronaperiode er dan een enorme opleving... Eh, van de economie eh, is, omdat iedereen... Uh, bezig is met uh, innovaties ja. op tal van uh, terreinen. En uh, ja, uh, daar uh, gebruik je elkaar natuurlijk ook voor in je ontmoetingen om te kijken van ja, wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. Ja. In die afgelopen zes jaar heeft u nou bereikt wat u wilde bereiken als voorzitter. Ja. <laughs> Uh, nee, dat, oh. nee, 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 zeker niet, uh, zeker niet op, uh, op alle fronten. Maar je hebt natuurlijk wel een, uh, een aantal uh, speerpunten. En een van de dingen uh, die ik wel heel graag had willen bereiken en niet heb uh, bereikt... is dat ik wel heel graag meer leden zou willen hebben als waar ik mee uh, begonnen ben. Maar juist uh, de hele coronaperiode heeft er natuurlijk toe geleid... Uh, dat dat er wat uh, uh, minder zijn uh, geworden. Niet dramatisch, maar toch... Hoeveel uh... zijn het er nu? Uh, we zitten nu op 345 leden. Ja. Ja. En wat had u willen bereiken? 400. We hadden ja. eindelijk over die grens van de 400 willen uh, gaan. Ja. En, uh, ja, dat is niet gelukt. Nee. Nou ja, goed. Ja. Dat is dan voor uw opvolger, heeft u ja. nog tips? Uh, nou ja, uh, gewoon uh, zichtbaar uh, blijven en heel nadrukkelijk je mensen aan blijven spreken. En vooral ook de mensen die geen lid zijn uh, van uh, de bedrijfsring. Uh, want uh, soms uh, uh, hoor je mensen wel zeggen, ja, wat heb ik eraan? Hè? En dan denk ik, ja... Uh, als je de belangenbehartiger wil zijn en blijven van de ondernemers uh, in Lelystad, dan behoren ondernemers ook lid te zijn van de bedrijfsgemeenschap. Juist. Ja. Dank voor dit gesprek.